Maar ik heb het wel eens eerder verteld, maar voor nieuwe luisteraars die dat ook dolgraag willen weten. Ik heb natuurlijk met Armand van Buren, hebben wij iets opgestuurd. Ja, is nooit aangekomen, post, ja, postbode. Wij hebben zelfs, nee, wij hebben dus, ik moet ik eigenlijk wel even vertellen. Ja. Want wij hebben, het ging eigenlijk zo dat ik met Armin liedjes aan het maken was. Op een gegeven moment hadden we een liedje waarvan we dachten, ja, dit kan denk ik niet echt op de radio. Daar moet iets anders mee gebeuren. We spraken de eigenaar van ons label. Althans, Armin is ook eigenaar van, daar zit ik ook onder zijn label. Ja. En die zei eigenlijk van, ja, is het niet heel geinig om een keer jullie met z'n tweeën te sturen? Want je kan natuurlijk niet een DJ alleen sturen. Want uiteindelijk, alle instrumenten op het podium, die staan allemaal uit. Hè? Dat is onzin. Dat wordt gewoon geplaybacked. Ja. Zingen is wel echt. Dus, dus dan zou alles nep zijn. Nee, maar je hebt nu ook een inzending uit Finland. Er staan dan drie meisjes staan met drie gitaren. De elektrische gitaren waar geen kabel aan zit. Dus die zijn helemaal niet aangesloten. Nee. En die zitten daar dan met z'n drieën op te spelen. Te en in het Fins iets heel achterlijks te zingen. Het ja. slaat helemaal nergens op. Nou, het zou ook heel raar zijn om natuurlijk dan als DJ daar een beetje niks aan te doen. Maar hij zou het produceren. Wel meegaan, hè, in die echte, bij die bankjes met de vlag meezwaaien en ik zou het dan zingen. Ja. Nou, ik dacht al echt, jongens, moet ik dit nou gaan doen? Want wat een ellende. Zingen ze een stukje? Zingen ze een stukje? Ja, maar het was een Engelse Skeletons. Nee, misschien komt het ook nog uit. I can't. Maar we hebben dat toen we keken elkaar aan en zeiden, zullen we dat niet gewoon doen? Is dat niet lachen? Ja. Armin heeft heel veel fans in Oost-Europa. Ja. Daar is hij heel groot. Moldavië met name, schijnt. Ja, in Moldavië heeft hij heel veel streams. Ja. Klopt. Nee, maar echt, Oost-Europa is hij groot. Ja. Nou, in de Westen, hij is overal groot. Nee, overal toch? Groot, ja. Maar natuurlijk de landen die een beetje op je zouden moeten gaan precies. Stemmen. Ja, en zo, ja, al die kleine kutlandjes die je misschien daar, nog niet zo snel mee hebt. Ja, die tellen wel. Dat is ook Frankrijk, de 12 punten van Frankrijk tellen net zo zwaar als de 12 punten van Malta. Dus we dachten, dat moeten we doen. Ja. Hebben we opgestuurd. We hebben uiteindelijk een gesprek gehad met... Dat was wel geniaal hoor. Met Jan Smit. Wie was dat nog meer? Naar de baas van de Trolls. Of oh weet ja, dat vertelde je, ja. En daar hebben we echt... In Volendam. Nee, hebben we echt een keer over gehad. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Het is best wel een ding hoor. Want dan moet je 3 weken vrij maken. Armin 3 weken vrij. Ja. Nou, dat gaat om best wat... 3 tonnetjes weg. Nou, dat is een tonnetje bij optreden. Dus dat gaat hard. We hebben het erover gehad. Moeten we dit eventueel maar gaan doen? Maar je hebt het ook opgestuurd. Ik heb het echt opgestuurd. Je bent het niet geworden. Nou, we zijn eigenlijk een soort van tweede geworden.